Ik was klaar met de studie en toen was ik in de markt voor een huisje. Wat kun je nou kopen? Fundaten, scrollen en in één keer zei mijn moeder van, er staat ook een molen te kopen. Ik zei, molen te kopen? Die zijn toch nooit te koop? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiny Token. In deze serie gaan we op zoek naar het alternatief op de verhitte woningmarkt. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Het IJsblad. Koop jouw IJsblad nu met 50 euro korting en gebruik kortingscode TINY50. Ik wens jou nu veel kijkplezier. Ik was klaar met de studie en toen was ik in de markt voor een huisje. Maar ja, dat was in 2019 en wat kun je nou kopen? Misschien een mooie 2 onder 1 kap of een rijtjeswoning. En toen zat ik wat door fundaten scrollen en in één keer zei mijn moeder van, er staat ook een molen te koop. Ik zei, molen te koop? Ik zei, die zijn toch nooit te koop? Nee, ze zijn nou daar, net onder Leeuwarden. Nou, ik zei, nou leuk, nou, verder is niet zoveel mee gedaan. En de volgende dag dacht ik toch, misschien moet ik toch maar even gaan kijken. Dus ik ben hierheen gereden en ik kwam een oud eigenaar kwam ik hier tegen. Even een balpetje meegemaakt en even gekeken. En toen na een paar dagen begon toch wat te kriebelen. Ik denk, ja, hier moet ik iets mee. En toen dacht ik van, ja, maar ja, hoe beoordeel je dan dat de molen goed is? Is het houtwerk nou goed? Dus ik had eigenlijk geen idee wat ik moest doen. En toen zei mijn moeder nog van, ja, je auto-oom die is nog steeds molenaar. Misschien moet je die maar eens heen opbellen. Dus ik met een auto-oom opbellen. Ik zei, wil je mee te kijken naar een molen? Hij zei, molen? Wat moet jij met een molen? Ik zei, nou, daar wil ik misschien wel in gaan wonen. Hij zei, ja, tuurlijk joh. Dus haal hem erop. Dus ik heb hem opgehaald. We zijn hierheen gereden en we hebben gekeken. En hij zei, Daniel, dit kun je wel kopen hoor. Dit ziet er wel goed uit. En zo is het balletje gaan rollen. Ik heb geld geboden. En de oude eigenaren die waren akkoord ermee. En sindsdien heb ik een molen. Hij was wel heel anders dan nu. Hij was behoorlijk vervallen. De begroeiing was hoog. Veel bomen eromheen. En ook van binnen was hij behoorlijk uitgeleefd. En vanaf toen zijn we begonnen met de verbouwing. Welkom bij Molen de Zwarte Prins, hier onder de rook van Leeuwarden in het kleine gehuchtje Tietjerk. Deze molen is tot de jaren 60 in werking geweest als poldermolen. Hij pompt het water van de polder naar de boezem. Maar sinds dat hier een gemaal is gekomen, is hij buiten werk gesteld. En is hij sindsdien als bed and breakfast, als vakantiewoning en als vaste bewoning is hier gebruikt. En sinds 2019 ben ik de eigenaar ervan. Voordelen van wonen in een molen is, ze staan vaak op hele mooie locaties, ver in een weiland. En het grote voordeel van deze molen is, hij staat vlak bij de stad. Dus met een kwartiertje fietsen ben je lekker in de paté, kun je filmpjes kijken, kun je een biertje pakken en je bent zo weer terug. En je hebt hier in een mooie landelijke omgeving. Een ander voordeel is dat als het hard begint te waaien, dan voel je de hele molen ook een beetje bewegen. He, dus je krijgt echt dat rustieke gevoel van dat je in iets ouds woont. Het beweegt. En welkom in de molen. Wat je nu ziet, zo was het vroeger uiteraard niet. Toen zat hier het gaande werk van de molen. En daar zat de vijzel vroeger. Als dat werk er nog in had gezeten, had je hier uiteraard niet kunnen wonen. Maar dat gaande werk was wel vrij groot. En sinds dat ze eruit hebben gehaald, hebben ze dit veranderd in een wat grotere ruimte, zodat je hier fatsoenlijk kunt wonen. Het grote nadeel van wonen in een molen is, het is een oud gebouw. Het blijft slecht geïsoleerd en je kan niet alles dichtstoppen met pur of met kit. Een ander nadeel is, het is een kleine poldermolen. Hè? De grote poldermolens in Kinderdijk, daar kun je veel meer ruimte in. Dus daar kun je wat makkelijker in wonen. En dit is een kleine poldermolen, dus het is soms een beetje behelpen met ruimte. Je moet alles slim indelen en je kan niet te veel troep hebben. We zijn nu aangekomen in de oude vijzelbak. En zoals je kunt zien, hier zat vroeger de vijzel in. Dat is een soort van schroef en die zat vast aan het gaande werk. En daarmee pompt hij water van de polder in de boezem. En hier hebben we dus een badkamertje van gemaakt. Zoals je kan zien dan past alles er net in.
En we hebben geprobeerd wat oude details terug te brengen, zoals een inspiratie van het Delfts blauwe tegeltje. En als je mooi op een wc zit, kun je mooi over de landen zien. Ik kreeg vaak de vraag van mensen die wouden hier ook eens overnachten. En toen heb ik besloten om in een tiny house te gaan wonen. En sindsdien staat de molen in de verhuur op Airbnb voor circa 200 euro per nacht. In het hoogseizoen iets hoger, in het laagseizoen iets lager. En ook jij kan hierin overnachten. Een voormalig eigenaar heeft ook een boek geschreven over deze molen. Hij heeft hier zelf 10 jaar in gewoond. En hij heeft de verhalen over deze molen nog van eerste hand gekregen. Dus hij is gewoon bij de oud-buurtbewoners langs geweest en gevraagd van ja, wat is er nu uniek aan deze molen en welke dingen zijn hier allemaal gebeurd. En dat heeft hij opgeschreven in het boek, waaronder ook voormalige eigenaar heeft hij ook geïnterviewd. Dus je kunt mooi zien wat het verloop is van de molen en wat welke molenaar gedaan heeft met deze molen. Dus ik kwam erachter dat het boek geschreven was. En ik heb zijn naam achterhaald en ik kon op internet kon ik zijn e-mailadres krijgen, want hij zat in de gemeenteraad in Texel. Dus ik heb die beste man een mailtje gestuurd van, ik heb eigenlijk wel belang bij zijn boek. En toen zei hij tegen mij van, dat kan niet, want ik heb er nog 2 en die wil ik zelf houden. En toen stuurde ik hem terug van, ja, maar die molen, die is nu voor mij. Ik zou het wel heel erg leuk vinden. En toen zei hij van, vooruit maar, ik kom wel een keer langs om het boek te brengen. En sindsdien heb ik dit boek gekregen. Toen ik hier zelf woonde was het heel anders dan zoals het nu is. Het was een stuk kouder, we hadden geen werkende kachel, het was enkel glas. En nu is het voorzien van de hedendaagse gemakken, we hebben dubbel glas en werkende kachel. Dus het leven is nu een stuk beter dan 4 jaar geleden. Je vraagt je vast af van hoe kom ik nou aan een molen? Nou, ik heb veel op Funda gekeken en ik heb een beetje geluk gehad. Maar het is vandaag jouw geluksdag. Deze molen die staat te koop. En voor de link kun je kijken in de beschrijving.